Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arjan hier en vandaag heb ik een duel met gewoon degene die mij heeft geholpen op mijn Engelse kanaal eerst en door wie ik eigenlijk ben begonnen met YouTube. En ja. Dat ga ik zo meteen allemaal vertellen, dus stel jezelf maar even voor. Ik ben Sander, of Splinters. Ik heb Arjan dus een hele tijd geleden geholpen op zijn Engelse account. Hij had zelf nog geen capture device, dus heb ik dat voor hem gedaan. En daar gaat Arjan zo meer over uitleggen. En ik ga nu zelf ook weer beginnen met mijn eigen account. En dan ga ik binnenkort erop uploaden. Ja, inderdaad. En hij gaat Nederlandse zooi uploaden. Nederlandse zooi. Ik weet niet precies wat hij gaat doen. Volgens mij ga je tips en tricks video's vooral doen. Ja, gameplay breakdowns, dat soort dingen. Gewoon een beetje dat mensen niet zo gaan campen. Een beetje gaan rushen. Vind ik wel fijn, want ik ben een beetje zat van dat mensen altijd campen. Ja, inderdaad. En wij hebben als Nederlanders denk ik nog echt wel een kanaal nodig die echt only tips en tricks doet. Tenminste, ja, ik weet niet of je dat only gaat doen, maar ook... Ja, ook wat gameplays en zo. Maar ja, ik ben zelf niet zo van de gameplays en zo. Ik kan het wel halen, denk ik hoor, maar... Dus, hoe heeft Sander mij geholpen? Ik ben ooit dus begonnen met mijn Engelse kanaal en ik had ooit een dubbele MOAB met de model 1887. Die jullie nu op de achtergrond zien. Ik heb hem gewoon laten afspelen en ik dacht, weet je, ik ga deze gameplay gewoon gebruiken. Dat past er wel bij. Historische maar... gameplay. Hè? Zeker een historische gameplay voor jouw channel. Ja, dit is echt waar het mee begonnen is. Want ik heb deze gameplay gehaald en... X-Charles had toen een Shoutout Sunday waar die mensen een gameplay liet insturen met de model 1887. En hij koos de beste gameplay. En dat was mijn gameplay. En ik was er echt heel blij mee. Maar voordat ik hem in had gestuurd, moest ik hem dus opnemen. En in eerste instantie wou ik heel niet meedoen. Maar toen zei Sander, ik ga deze gameplay voor jullie opnemen. Voor jou opnemen. En dan upload ik hem wel gewoon op je kanaal. En dan sturen we hem gewoon naar X-Charles toe. En dan zien we wel wat er gebeurt. Dus toen kreeg ik de shout-out. En daar was ik echt immens blij mee. Maar wat de meeste mensen niet weten... is dat X-Charles mij een headset beloofd heeft. Een Astro Gaming headset. Daar krijg ik nog steeds heel veel vragen over waarom die niet gestuurd is. Of ik die wel heb. Ik heb hem nooit gekregen. En ik vind het een beetje onzin dat ik hem niet heb gekregen. Maar goed, weet je, het zal allemaal wel. Dat is al lang achter me. Dus ik maak me er niet meer zo zorgen over. Maar als ik hem tweet erover of zo... een tijd terug, dan reageert hij gewoon niet. Hij negeert het gewoon. Dus ik weet niet wat er mis is gegaan. Maar goed, het zal allemaal wel. Ik heb in ieder geval die shout-out gekregen. En Sander, wat vond jij ervan toen dat jij alles voor mij hebt opgenomen... zo dat ik toen die shout-out kreeg uiteindelijk? Oh, ik vond het echt geweldig. Ik had natuurlijk die gameplay geüpload. En ik had ook bij die inzendingen gekeken van X-Jazz. En ik dacht van, dit is toch wel echt zeker een van de betere. En... uiteindelijk kwam ik er dus achter dat je gewonnen had en toen ging ik op je channel kijken en toen bleven de subs maar stijgen en uiteindelijk 3k, 4k, 5k subs, dat was echt geweldig. En daarna ging ik gewoon zelf nog even door met uploaden van jouw gameplays en uiteindelijk had je zelf HDPVR die je nu gewoon gelukkig nog steeds gebruikt. Dus ik was er zeer blij mee dat het goed ging. Ja, inderdaad. En ik heb dus zelf mijn HDPVR gekocht en zo en toen ben ik nog een tijd doorgegaan met dat Engelse kanaal, maar... ik besloot toen een Nederlands kanaal te starten, omdat dat, ik ben Nederlander en zo. En dat is ook gewoon leuk om te doen. En toen ben ik een beetje met dat Engelse kanaal gestopt. En mensen vragen vaak, waarom ben je met dat Engelse kanaal gestopt? Nou, dat was omdat het kanaal heel inactief was. Ik had wel 5000 abonnees, maar daarvan keken dagelijks maar iets van 500 abonnees. En... als ik nu upload, ik heb nu boven de 2000 abonnees, dan kijken daar minstens 1000 mensen van meestal. Tenminste, als ik kijk naar mijn daily views, dan staat dat boven de 1000. Dus dat is gewoon veel motiverender en veel leuker om te doen. En daarom heb ik een beetje besloten om door te gaan met Nederlands en te stoppen met Engels. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Ik wil gewoon even zeggen, jongens, ik zou het echt enorm waarderen als jullie Sander's kanaal gaan... bekijken, omdat hij mij gewoon in die tijd heeft geholpen. En zonder hem zat ik hier nu niet. Zonder hem had ik deze gameplays nu niet. Zonder hem was ik nooit begonnen met YouTube. En zonder hem had ik nu nooit deze commentary en al deze content voor jullie kunnen brengen. Dus als jullie blieft, jongens, ik zou het enorm waarderen dat als jullie naar Sander's kanaal gaan. En gewoon even kijken. Hij gaat vanaf dit weekend weer uploaden, zei hij net. Dus ik zou gewoon zeggen, bekijk het en
Ik hoop dat jullie ik hoop dat jullie het gewoon leuk vinden. Sander, heb jij nog iets te zeggen? Ja, echt, ik heb er gewoon zin in. Ik heb zin om meer video's te gaan uploaden. Ik kan niet wachten om eerlijk te zijn. Ik weet niet. Ik heb er gewoon weer zin in. Ik hoop ook zeker dat jullie gaan subscriben. Hoop ik echt. En ik wil Arjan natuurlijk bedanken voor deze commentary. Ik stel het ook zeer op prijs. En ja, dat helpen was toen niet echt moeite of zo. Dus ik vind het gewoon heel fijn dat je me nu weer helpt. Ja, dit is ook geen echte moeite. Hè? Dit is, tenminste, veel mensen wilden dit zien. En weet je, ik heb zoiets van, jij hebt mij in die tijd geholpen en zonder jou zat ik hier niet. Dus ik vind wel dat ik dat dan mag terugdoen. Dat is voor mij dan ook een kleine moeite. En ik doe het graag, echt. Ik ben zeer dankbaar. Ja, dus ik wil jou enorm bedanken dat jij destijds die gameplay van mij hebt opgenomen en geüpload. En ik hoop echt zeker dat de mensen naar jouw kanaal komen en gewoon even een kijkje willen nemen. En alsjeblieft jongens, als jullie het niet leuk vinden, ga dan niet gewoon abonneren omdat ik het zeg. Maar, want aan... Inactive subs heb je niks aan. Nee, aan inactieve abonnees heb je niks. Dat is het niet waard. Dus abonneer alleen als jullie het echt leuk vinden. En ik denk wel dat leuk is, omdat jij gewoon veel tips en tricks geeft, gaat geven. En dat hebben we nog niet in de Nederlandse community. Iemand die echt veel tips en tricks geeft. Dus ja, dit was het eigenlijk wel jongens. Bedankt voor het kijken. Heb jij nog iets te zeggen? Niet echt. Ik hoop jullie ook te zien op mijn kanaal. Waar ik, zoals Arjan al zei, vanaf dit weekend ga uploaden. En verder wil ik jullie ook bedanken voor het kijken. En ik zie jullie op mijn kanaal. Yep, jongens. Bedankt voor het kijken. En ajus. Yippee, 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 yippee